De Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ABLAS heeft gesprekken gevoerd met de directie. Dit om tot een oplossing te komen voor het ontstane probleem bij het ziekenhuis. Onlangs hebben verschillende specialisten die eraan verbonden zijn gezegd dat ze een opnamestop overwegen. Volgens ABLAS-voorzitter Lloyd Pool gaat het niet om een moeilijk antwoord hierop. Te moeilijk is het probleem niet, maar ik wil ook niet zeggen makkelijk reden waarom. Dit heeft alles te maken met geldmiddelen. Zodat je gebruiksartikelen, verbruiksartikelen en andere middelen die mensen nodig hebben om het werk adequaat te kunnen doen, zodat je die kan aanschaffen. Dus de regering gaat moeten inkomen met de financiën, zodat die middelen kunnen worden aangeschaft. Pool geeft ook aan dat de bond zich niet alleen richt op het oplossen van problemen van haar leden. Het is belangrijk dat het geheel ziekenhuis en alle medewerkers het werk naar behoren kunnen blijven uitvoeren. Samen met het ministerie van Volksgezondheid wordt gesleuteld aan het herstelplan voor de gezondheidszorg in ons land, aldus Pool. De bond zal zich aldoor inzetten voor verbetering van de zorg. De voorstellen die we hebben gedaan, al de gesprekken die we hebben gehad met de minister, hebben allemaal betrekking op hetzelfde. Dus de voorstellen liggen daar. En vanuit de presentaties die de minister heeft gegeven enzovoorts, want er is een afspraak gemaakt dat wij weer hierop komen, zullen we weer voorstellen doen.